Op weg naar de tweede deelname Parijs-Dakar 2015. En wij gaan in gesprek met Gerrit van Werven, want hij gaat samen met Gerrit Suurman en Ed Wichman in januari 2015 Argentinië, Peru en Chili. Ja, we hebben alles weer voor elkaar en we gaan 2015, 4 januari, begint de start in Buenos Aires in Argentinië. En we gaan weer met hetzelfde team. We krijgen een extra monteur mee. Naast Klaas Kwakker komt ook Henk Schuiling mee. We hebben nu een eigen team van monteurverzorging. Ja, en we gaan er weer voor. De mannen zijn natuurlijk heel wat dagen, weken, maanden hier al bezig geweest om de truck weer klaar te maken voor Parijs-Dakar. Ja Gerrit, welke aanpassingen zijn er zoal gerealiseerd? Nou ja, we kunnen wel eens in de auto gaan zitten, dan kan ik je dat eens laten zien. Maar het heeft wel heel veel zorg en druk op de ketel gedaan om die auto toch op tijd weer klaar te krijgen. Daar zit wel heel veel werk in, meer dan je erg in hebt. Alle kleine dingen. En een avond duurt niet zo lang. Kijk, en met een man of vier. Maar we gaan in de auto, dan kan ik het je laten zien. Dat gaan we zeker even doen. Vorig jaar als team 25ste. Doelstelling was uitrijden. De Roy werd tweede vanuit het Nederlandse kamp. Tevreden over de prestatie? Ja, wij zijn heel dik tevreden. Wat wij gedaan hebben, dat is bijna nog niet door iemand herhaald voor de eerste keer. En zo goed uitgereden. En niet uitrijden, maar ook zonder pech. Wij hebben geen pech gehad. We hebben een klein dingetje gehad in het begin. De tweede dag een bladveer, maar daar konden we gewoon om rijden. En een keer een waterslang. Maar verder hebben we niet 5 minuten stilstaan, geen lekker band gehad. Daar heeft bijna nog nooit iemand gepresteerd die geen lekker band met Dakar gehad heeft. Is er ook een tactiek om anderen te helpen? Want ik heb al erg in de verslagen gelezen dat niet iedereen meer wil helpen in de komende Dakar. Ja, kijk, onderlinge strijd heb je natuurlijk altijd. Maar als wij iemand uit nood helpen en de organisatie die kan alles ons zien, die kan ons volgen, dan krijgen we die tijd dat we daarmee bezig zijn, die krijgen automatisch weer terug. Kijk, dat kun je zien vorig jaar aan de laatste dag. Gerard de Rooij die laat een auto liggen en die rust die trekt die auto wel aan de kant. En die rust die krijgt die tijd terug en daarom heeft die rust gewonnen. Op een halve minuut na. Gerrit, de truck heeft ook wat aanpassingen. Welke aanpassingen hebben jullie aan de truck gerealiseerd? Vorig jaar werd die af en toe te warm. We hebben hier een knopje gemaakt. We hebben voor in de grill hebben wij een slindertje gemaakt dat wij de grill extra open kunnen zetten. Dat we meer lucht door de radiateur krijgen voor de koeling. Ja, wat de banden betreft, Gerrit, ook daar hebben jullie een wijziging in aangebracht. De vorig jaar konden wij zowel de voorbanden of de achterbanden afzonderlijk. Maar nu kunnen we in verband met die vier knopjes die daar zitten, kunnen we elke band afzonderlijk oppompen of lucht eruit laten, zachter maken. Kijk, en als we één kant een keer, ze gaan niet altijd gelijk en dat kunnen we nu afzonderlijk doen. En waar dat goed voor is, vooral in de duinen, is dat zeer belangrijk dat de achterbanden wat minder spanning hebben als de voorbanden. Als je te kort stuurt, dan gaat je de band van de velg af. En wat het grootste, mooiste wat het geval is, ik heb nu een tussenbak erbij, wat ik vorig jaar ook graag wou hebben. Maar ik mag het eigenlijk niet zeggen, hij zat er wel, maar wij wisten het niet. Dus dat is voor ons een hele verrassing en een hele vooruitgang, hoop ik, voor deze Dakar, dat ik meer versnellings heb in de duinen. Ik zie zelfs een beugel die er gemaakt is om een camera te monteren. Ja, wij hebben vorig jaar van iemand een keer een camera gekregen voor in de auto te hangen. Van, ja, dan kun je buiten zien waar wij allemaal rijden en wat er allemaal gebeurt. En we hebben nu zelf een camera dus bij ons en nu gaan we elke dag stukjes opnemen. Zowel waar we doorheen moeten en wat we doen. En af en toe ook wel eens een keer omdraaien dat in de cabine kunt zien wat er bij ons gebeurt in de cabine. Wij in de auto hebben wij een 200 liter tank voor lucht. Normaal heb je maar een tank van 50, 60 liter. Maar wij hebben speciaal voor die banden afladen en voor oppompen of afladen wel 200 liter lucht bij ons. Om ook te wisselen tijdens de snelle rallies dat de banden niet te warm worden. Dan lopen we de banden leeg laten en weer vol doen om koele lucht erin te doen. Gerrit, jullie hebben een GPS-systeem van de organisatie. Maar er is nog meer meetapparatuur voor de navigator, zien wij wel. Ja, helemaal rechts waar Ed zit, dat is een meetpoint van als we het roadbook hebben. Daar staat na 300 meter krijg je één uitroepteken. Kijk, en die 300 meter, zo als je 300 meter geweest is, dan druk Ed dat knopje weer in. Dan staat in het roadbook, na 4 kilometer of na 3 kilometer, dan moet je rechts of links. Of dan krijg je een brug of je krijgt een rivier. En dat geeft dat ding allemaal. Elke meter geeft dat ding aan wat je rijdt. Parijs kent natuurlijk ook regels. We zien een waarschuwingsteken op de truck staan. Waar is dat voor? Nou, dat is een waarschuwingsteken voor ons. Stel je voor dat er wat gebeurd is en we liggen onder de boom of op de kop. Dan kan ieder buiten weten dat iedereen, als je die knop omdraait, dan gaat de auto uit. Vooral als hij op de kop gaat liggen, is dat wel belangrijk dat die auto gewoon ook uitgaat.
Ja, je noemt een aantal hele positieve punten die misschien wel het verschil gaan maken. Is er een doelstelling neergelegd voor Dakar 2015 als team? We hebben wel gezegd, we weten waar we vorig jaar wat laten liggen hebben. Nou, dat willen we nu graag verbeteren. Daarom hebben we die banden afgelaten. In bepaalde dingen hebben we dus beter gedaan. Nou, vorig jaar hebben we gemiddeld iets meer als minder of twee, om daarbij 2 uur achter de winnaar gefinished. Ja, wij willen nu graag tot 1 uur achter de winnaar willen wij graag finishen. Dat houdt in dat we misschien met dezelfde snelheid, maar in de duinen waar we in het begin wat laten liggen hebben, dat we daar wat uit kunnen halen. En misschien bij plekken waar we wat sneller rijden. Heb je voor jezelf al een programma gemaakt hoe je deze Dakar sportief wilt ingaan? We gaan sportief er weer in. En we gaan geen gekke dingen doen. We willen wij graag uitrijden. Dat is ons wel ons streven. Maar net wat ik net ook zei, dus wel op snelheid, wel doorkachelen noemen wij dat dan. In de goede zin. Ja, en wat we daar weer tegenkomen, dat is elk jaar is dat voor iedereen weer anders. Je weet niet wat je van voren tegenkomt. Grote gaten, veel zand, weinig zand. Dat weet je niet. Ja, als je op een 25e plaats finisht en rijdt, betekent ook dat je veel in de sporen van je voorgangers de wedstrijd moet rijden? Van de 75 zijn er 40 gefinisht. Van de 300 zijn er maar 150 gefinisht. Dus de helft valt uit. Kijk, en dat is al in die eerste 4-5 dagen gebeurt dat. Kijk, en dan heb je wel meer mogelijkheden om naar voren te komen. Kijk, wat het moeilijkste is, achter iemand aanrijden in de stof. Dan zie je geen hand voor de ogen, zeggen ze wel eens, maar dat is heel gevaarlijk. Ja, Parijs-Dakar, de truck gaat binnenkort vertrekken. Wanneer vertrekken jullie als team richting Argentinië? Ja, wij vertrekken 28 of 29 december vertrekken wij naar Argentinië. Wij moeten er minimaal drie dagen van tevoren zijn. We worden daar gekeurd, de auto moet gekeurd worden. De auto wordt in allerlei er duurt 2 dagen die keuring van de auto. Dus wij moeten minimaal 4 dagen van tevoren moeten we daar zijn. Oké, Gerrit, wij gaan Dakar 2015 volgen. En ja, we hopen natuurlijk ook via Lokkerant, Bottenkrant en Kogelkrant natuurlijk alle informatie de wereld in te sturen. En we hopen dat jullie een hele succesvolle race gaan realiseren. Ja, wat mij veronderstelde is dat ik vorig jaar terugkwam. Dat er zoveel mensen in Nederland mij gevraagd hebben van Gerrit, wat leuk dat je op tv bent geweest en dat je daar bent geweest. Kijk, en ik heb tegen heel veel mensen gezegd, daar is geen dag voorbij gegaan dat wij vorig jaar 21 januari terug zijn gekomen. Dat er geen dag geweest dat wij niet over Dakar of dat iemand mij vroeg van Gerrit, wat leuk dat je Dakar gereden hebt. En we hebben je gezien en je volgen we allemaal. Ja, het is ook een sportevenement wat in de top 5 staat in Nederland. Al maar liefst 7 miljoen mensen die het volgen. Gerrit en Ed Wichman natuurlijk en Gerrit Schuurman, heel veel succes bij de komende editie. Ja, en jullie, ik hoop dat jullie voor ons heel veel kunnen doen. En ik vind het geweldig dat jullie dat voor ons doen. Ook voor de entourage in de gemeente Oldebroek. En ook voor anderen, voor Ed Wichman en voor Gerrit Schuurman, dito. Dankjewel.